Helemaal. Ik heb dit prachtige aquarelblok gekocht bij de Boekenvoordeel. Ik was al een poosje op zoek naar een aquarelblok waarmee ik mijn bruinzeel aquarel potloden kan gebruiken. Ik heb deze prachtige set met aquarelpotloden van mijn oma gekregen. En ik vind ze hartstikke fijn. Ik ben super blij altijd met dit soort dingen. Als ik ze even openmaken, dan zie je hier echt een hele berg met echt prachtige potloden. En ik was op zoek naar een goed aquarelblok waar ik die op kan gebruiken en vervolgens met water het mooi kan vermengen. En ik had die bij de Action gekocht en die van de Action is echt rotzooi. Ik ben niet snel ontevreden over dingen van de Action gezien de prijs, maar het blok wat ik daar heb gekocht was echt niet een aquarelblok. Ik weet niet wat dat wel was, maar het ligt wel toiletpapier waarmee je aan het werk was. Dit blok komt van de Boekenvoordeel af. Het was €2,50, zoals je ook ziet op het kaarsje, zeg maar. Er zitten 20 vellen in. En het is net een slag kleiner eigenlijk als A4-papier. En ik heb deze van de week gekocht. En ik zag meteen al eigenlijk dat ik wel blij was met over het soort papier. Het is een beetje glad, gewoon wit papier. Het is niet heel dun, maar ook niet heel dik. Het is het een beetje ertussenin. Het is een stevig printpapier eigenlijk, zoals ik het maar moet omschrijven. En ja, het beviel eigenlijk prima. Ik heb er net deze prachtige kaart mee gemaakt. En ik zal hem eventjes laten zien hoe die is geworden. En wat ik heb gedaan eigenlijk met deze kaart. Ik zal hem heel even uit plastic halen, zodat je hem wat beter kan zien. Wat ik ermee heb gedaan is met de Cameo silhouette machine. Heb ik een print en cut gedaan met dit papier. En het werkt eigenlijk best wel goed. Dus ik heb een print en cut gedaan van deze prachtige poes. En daar zat deze tekst dus ook bij, die hier ziet staan, zeg maar. En hij werkte echt ontzettend fijn. Dus ik had mijn Cameo, of mijn silhouette programma, dus Silhouette Studio, had ik ingesteld. Omdat ik mijn papier hier 18 bij 26 is, zeg maar. Dus deze maat heb ik opgegeven. Vervolgens heb ik mijn design ingeladen. En vervolgens heb ik daar een print en cut mee gedaan. En ja, dat ging eigenlijk heel goed. Ik moet zeggen, ik heb dit papier ook door mijn printer heen gehaald. Ik heb een laserprinter, een Samsung. Ik zal even naar mijn printerstudio gaan, want daar staat hij op het bureau. Daar zo staat hij. Het is een Samsung laserjet printertje. Hij is super goedkoop, hartstikke fijn. Hij werkt leuk via wifi, dus van alle machines en apparaten kunnen we hem gebruiken. En hij print echt super strak. En vooral goed. Dus ik kan gewoon deze gebruiken als een soort printpapier. Ik moet wel opletten dat ik de juiste maat natuurlijk ingeef. Maar als ik dat heb gedaan en ik heb vervolgens gewoon netjes de print en cut aangehouden, dan is dit het resultaat. En ik ben echt, echt onder de indruk van dit. Dus een tip, als je net als mij dol bent op aquarelpotloden, dan is het aquarelblok van de Boekenvoordeel, excuses, echt een aanrader om te gaan kopen. Hij werkt ook super goed met je alcoholmarkers. Dus als je alcoholmarkers hebt, ook die werken goed. Ik heb hier eentje die ik met alcoholmarkers heb getekend. Hetzelfde papier, maar dan met alcoholmarkers gedaan. Hij bloedt wel een beetje door bij alcoholmarkers. Dus ja, dan ben je gewend van alcoholmarkers. Dat hij natuurlijk ietsje doorheen bloedt. Het valt op zich wel mee, maar ik kan er prima mee mengen en ja, dat ging vrij goed eigenlijk, zeg maar. Ik was niet tevreden over dit design, zeg maar. Maar nou ja, je hebt in ieder geval een beetje een idee. Ik heb nog een water design gemaakt. Dat is deze met grijze en roze tintjes. Deze is dus met de potloden gedaan en daar overheen met een kwast en een beetje water het uitgeverfd, zeg maar. Ja, wat ik zeg, ik ben echt super blij met het resultaat van dit design. En het werkt echt ontzettend goed. Mochten jullie vragen hebben over deze aquarelblok of vragen hebben over hoe ik dit heb gedaan met een print en cut functionaliteit van de Cameo, laat dan even een berichtje achter. Hopelijk was het een goede tip die ik je kon geven en tot gauw weer. Doei doei!